Er zijn van die dagen dat je denkt, er is iets. Vlinders op iedere straathoek, hormonen die bijna zichtbaar over de gracht gieren. Dagen waarop je met iedereen flirt. Moet flirten. Martijn en ik hebben de afspraak, flirten mag, want flirten is ongevaarlijk. Ja, nee. Wat je mee. Oké, Mate. Kom maar. Pim die zich liet vloeren. Op sommige dagen kan flirten dus wel gevaarlijk zijn. Ja, ik zal hem toch echt een veer helemaal uit moeten halen. Ik kan het gewoon 1, 2, 3 niet zeggen. Hoe lang ben ik hem dan kwijt? Ja, dat wordt wel overmorgen, eind van de middag. Ja. Wout, kun je niet een beetje soepel zijn voor die jongen? Hé? Kan je hem echt niet morgen af hebben? Zou ik dit misschien zelf even mogen afhandelen? Dit is een lieve jongen, hè? Hij heeft gouden Fiat-handjes, hoor. Maar ja, af en toe moet je hem een beetje achter zijn broek gaan zitten. Hoi, Andy. Bas. Dag, Bas. Oké. Wat? Oh, ik ben al weg, hoor. Doei. Ja, dat is goed. Tuurlijk. Oh, vind je dat echt niet erg dat ik met Pimmetje naar het strand ga? Is Woutje er al om jou te helpen? Ja? Dan ga ik gewoon een andere keer... Nee, dat doen we dan. Ja. Hoi. Ik bel je zo even terug. Vandaag was het dus zo'n dag dat flirten gevaarlijk kon zijn. Stap je wel vaker bij wildvreemde mensen in de auto? Ja, nee. Ik, mijn vriendin heeft dezelfde auto. En ik zag haar net rijden, dus ik dacht... Vind je het goed als ik er verderop even uitzit? Van die mensen er langs. Die lach. Ja. Naar het strand. Ja, Blijburg. Waarom was ik niet meteen uitgestapt? Een beetje baseline achter. Kom je wel eens op baseline in Paradiso? Nou, daar ben ik al een tijdje niet meer geweest. Baseline? Hou je hiervan? Wat doe je? Ik zit hier. Ik bedoel, wat voor werk? Of studeer je nog?
Hoe oud dacht de schat dat ik was? Nou, ik zit een beetje in de pedagogische hoek. Mijn god, wat zat ik me aan te stellen? Zou Martijn dit nog flirten vinden? Maar moest ik er nu uit? Ja. Zonder zijn nummer te vragen. Architect, doe maar. Is net begonnen. Bij een klein bureautje op de Keizersgracht. Jasper heet hij. Veel te weten gekomen in 5 minuten. Mm-hmm. Is die dat? Ja. Wat? Volgende week zondag feest op Strand West. Is een beetje baseline-achtig. Wat schrijf je? Niks. Bedankt voor de tip. Is dat alles? Ja, tuurlijk. Wat moet ik dan? Weet ik veel, afspreken of zo. Ja. Dus heb je er ook niks aan. Hoop je daar te zien. Kom op, antwoorden. Nee. Straks denkt hij dat ik wat van hem wil. Nou? Nee, als ik niet antwoord, dan denkt hij dat ik niet wil. Maar als ik nu meteen antwoord, dan vindt hij me vast te gretig. Ik wil ook niet dat hij denkt dat ik denk wat een vervelende gozer. Want ik denk juist wat een leuke jongen. Als hij maar niet denkt dat ik denk wat een vervelende gozer. Ik doe het. Nee, ik doe het niet. Of wel? Liefdesbrief? Ja, dus. Jezus, wat is er warm. Oh. Ken ik hem eigenlijk? Of is het een nieuw projectje? Iemand die mij wel leuk vindt, geloof ik. Oh? Nou, bel hem op dan. Nou, weet ik niet. Wat? Heeft hij zweetvoeten? Of stinkt hij uit zijn bek? Huh? Nou, hij is een zij. Wat? Vrouwen vinden mij ook heel leuk hoor, Joep. Jezus, Pim. Geil. Oké, als jij me eventjes die kleine schroefjes daar wil aangeven. Nee? Nee, je moet even die kleine schroefjes. Die zaten in dat zakje wat aan de verpakking vast zat. Nee, maar die verpakking ligt in de container. Wat zeg je nou? Ja, jullie zijn al begonnen. Hey. Ja, het grote geheel dat staat. Ja, daar zijn we al de hele ochtend mee bezig geweest. Prachtig. Wouter, hoe lang ik niet heb gezeurd om een nieuwe kast, hè? Jeetje, wat een mooi hout. Ja. Zullen we de verf maar even zelf uitkiezen? Oh. Oh, maar ik ga dat niet verven, hoor. Misschien een beetje lakken, maar meer niet. Halen we even die deur? Ja. Met Nicky. Hi. Voor je sms'je. Sms'jes. Ja, dat is volgende week, hè? Nee, er zijn hier wat bouwvakkers bezig. Bouwvakkers? Dit ging over Martijn. Ik spreek je morgen wel. Mijn man. Ja, dag. Waar was ik mee bezig? Bouwvakkers. Ja. Stom van die mensen die dan over werkdingen gaan bellen, terwijl ze het ook gewoon morgen op school kunnen bespreken. Wat een mooie kast. Nou, ik ga eens even lekker wat te eten klaarmaken voor mijn werkmannetjes. Dan gaan wij even in die container kijken. Dat lijkt me. Nou, alsjeblieft. Ik heb je hele motor nog even nagekeken en uiteindelijk was het de V-snaar die vervangen moest worden. Geweldig. Ja. Bedankt voor de snelle service. Daar moet ik jou ook voor bedanken. Ik ga even een bon halen. Hij is mooi.
Geërfd van mijn Italiaanse oma. Oh. Ik ben er erg aan gehecht. Wie Italiaans? Half. Uomo misto. Ik ga vanmiddag een stuk in oma rijden. Ja. Zou ik een stukje in oma willen rijden? Als je zin hebt om mee te gaan. Graag. Lisa. Je hebt nog niet gebeld? Nee, ik dacht... Laten we lekker gaan zwemmen. Is het niet een beetje druk met dit weer? Niet vanavond. Alter ego Maarten Koning... Een goede... Maarten Koning? Momentje. Sorry, nee, ik had dit niet mogen doen, ik weet het. Wat kom je doen? Het geraamte van mijn eerste ontwerp, het staat. En ik vroeg me af of je zin had om mee te gaan kijken. Wanneer? Nu. Goed. Waar waren we gebleven? Nergens, want de les is afgelopen. Ho, dames en heren, ik wil dat jullie dit voor volgende week heel goed doornemen. Meneer, alstublieft. Jullie medeleven is hartverwarmend, hoor. Maar tot volgende week, hè? Ja, nee, ik ben gek op de stad. Heerlijk, weet je, s'avonds eten met vrienden en uitgaan. En... ja, het is gewoon soms ook dat ik ontzettend terugverlang naar huis. Landelijk, natuur. Dat kneuterige. Ja. Ja, wat leuk. Dat heb je ook. Nee, ik ga minstens één keer per week naar Schijndel. Eten bij mijn moeder. Schijndel? Schijndel, ja. Ben je al bij die nieuwe tent bij het Ei geweest? Nee. Nee. Dan moet je vanavond naar Schijndel of heb je wel zin om met mij daar wat te gaan eten? Misschien was het toch niet zo'n goed idee. Het is net uit met mijn vriendin. Oh. Nee. Oh, oh. Nee. Het is niet dat... Ik durf pas sinds kort toe te geven dat ik... Ik heb nog nooit een vriendje gehad. En daarom kan je niet met mij gaan eten? Nou, ik wil niet dat je... Nou ja, dit... Ga dan maar mee. Gezellig. Hier is het. Wauw. Je bent niet echt onder de indruk? Ik was diep onder de indruk. Jawel.
Beneden was bijna helemaal woonkamer. Op een lager niveau dan de tuin. En daardoor krijg je het gevoel alsof je echt in het huis zit. Dat is een soort onontkoombaarheid. Ik moest weg hier. Weg van deze man. Terug naar Martijn. Kunnen we niet gaan kijken? Naar achterin worden bijna allemaal glas. Daardoor krijg je echt een geweldige lichtwerking. En vooral door de spiegeling van het water. En daarachter, daar komt de slaapkamer. En de ochtendzon die maakt echt een perfecte baan licht, zo precies over het bed. Je zou boven eens moeten kijken, heb je echt een geweldig uitzicht. Er is geen trap. Kom. Let's go fishing in June. Let's find some place new. Kom, laten we eerst even kijken waarvoor we hier gekomen zijn. Wat een man. Ik kon het niet helpen, maar ik dacht het wel. Martijn bouwt kasten, Jasper bouwt huizen. Hierachter komt een doorkijkje. Helemaal tot daar, waardoor je dus echt het gevoel van lengte behoudt. En op de grond dan komt een grove leisteen. En ik zelf aan gaan wijzen in het terrein. Vind ik het meest fascinerende. Dat je als architect een hele nieuwe wereld creëert voor de mensen. Een nieuw leven, waarin alles mogelijk is. Verbeeld ik me dat nou? Kan. Of had hij het over mij? Nieuw begin. Dit moest ophouden. Ik wil ruimte scheppen voor groei. Groei van geest en groei van lichaam. Van liefde. Wil je verder kijken? Nee. Ja. Let's go fishing for a dream. Let's find some place new. Somewhere we can be ourselves. Some of the time. Hey, we moeten naar. Om we naar beneden komen. Zijn jullie helemaal achterlijk? Schiet op. Gevaarlijk, helemaal gek. We moeten weg. Ja. Wil je me afzetten bij school? Daar staat mijn fiets. Tuurlijk. Feel your heart rocking me inside.
Ja, als ik nou zo zie, dan snap ik niet waarom dit nou zo lang geduurd heeft. Nee. Nee. Hij is ook veel kleiner dan ik verwacht had eigenlijk. Hé, lief, ben je laat? Rapportvergadering. Mensen kunnen zo zeiken. Nou. Kom eens. Kijk eens. Genoeg hangruimte. Laadjes voor al je sokken en je ondergoed. Apart vak voor al je tassen. En aan de binnenkant van de deur komt nog een spiegel. Die gaat Wouter voor je maken. Goed, hè? Hey, gaat het wel met je, lief? Ik ben zo blij dat je dit voor mij gemaakt hebt. Nou. Ja, zonder Wouter was het niks geworden. Nee, zonder Wouter was het helemaal niks geworden. Hij bleef me verrassen. Wie had die schroefjes uiteindelijk gevonden? Nou, degene die ze ook heeft kwijtgeraakt. Hey. Hey, Baseline CD. Ja, dat heeft een meisje uit een van mijn klassen voor me gebrand. Dit gelooft hij nooit. Wat lief. Dat is hartstikke goed. Dat is hip-hop. Ik heb zin in mijn. Is er wel? Het was gisteravond, hè? Mm-hmm. Dat was superleuk. Heel leuk. Misschien voor een keertje. Het is niet dat ik nou in één keer lesbo ben of zo. Het is voor mij ook een soort probeersel. Wat me heel erg goed is bevallen. Het is superleuk. Lief. Maar je wilt alleen maar weten hoe het zou zijn. Hey. Lisa was verliefd op Pim. Ik bedoel het... Maar Pim was verliefd op het avontuur. De enige voor wie het flirten niet gevaarlijk werd, was Andy. Wat? Hebben we al? Ja. If you find yourself caught in love, say a prayer to the man above. Thank him for everything you know. You should thank him for every breath you blow. If you find yourself caught in love, say a prayer to the man above. Thank him for every day you pass. You should thank him for feeding your sorry ass. Single, but looking out, you must raise your prayer to a shout, another father must be born. Lisa, met Pim. Zou je me alsjeblieft heel eventjes kunnen terugbellen? Ik zou het heel fijn vinden om met je te spreken. Dankjewel. Hey Piep, jullie waren in het zwembad, hè? En toen? Deed jullie direct alles uit of was later? Ga je eventjes koffie halen? Kom even. Ik haal het zelf, ja. Hey, neem mij ook wat mee. Doe maar een koffie verkeerd. Pim voelde zich kloten, net als ik. Soms flirt je met de verkeerde. Yeah.
Please. Ik weet niet precies hoe dit werkt. Ik speel Nicky wel. Mama en ik zijn wel heel blij dat hij jou nou heeft. Oh, jezus. Oh. Avondje op stap. Ja, nee, nou. Moeder van Lola, je ex. Ontkennen, altijd blijven ontkennen. Is er nog iets?